Het Servidensiecomité 40 jaar onafhankelijkheid Suriname gaat ter afsluiting van de festiviteiten een korenfestival houden. Het comité maakte dit vanmorgen bekend op een persconferentie in het perscentrum van het kabinet van de president. Het festival wordt op 30 juni in de Anthony Nesty Sporthal gehouden. Volgens Harold Telgt, voorzitter van de Federatie van Koren in Suriname en lid van het comité, moet dit korenfestival een motivatie zijn voor iedereen. Jong en oud moeten beginnen met zingen, want, zegt hij, een land zonder koren is een beetje verminkt. De Korenfederatie bestaat al heel lang, maar heeft zich de laatste tijd eigenlijk niet laten zien of heeft niks van zich laten horen. Dat is hoofdzakelijk het gevolg van tijd, financiële aspecten en de manier hoe men eigenlijk koren belicht over het algemeen hier in Suriname. Toen ik werd benaderd voor dit festival, heb ik direct gezegd ja. Vooral omdat ik ervan uitga dat hiermee koren weer in de spotlight geplaatst kunnen worden. En we kunnen het weer motiveren dat jongeren, ouderen, eigenlijk in ieder, alle bevolkingsgroep, iedereen zingt. Maar dat we als een koor weer gaan zingen. Er zullen kinder-, jeugd- en volwassenkoren meedoen aan dit festival. Volgens Telgt zal het korenfestival zich niet slechts richten op klassieke koren, maar op de verschillende culturen van Suriname. Dus op die avond zult u zien dat er van alles en nog wat op het podium zal komen te staan. Het zal niet het is iets nieuws waarschijnlijk op deze manier. Maar ik weet zeker, men gaat genieten. Ik weet niet of ik nog wat moet aanvullen. Ja, ik kan het hele programma vertellen. Het hele programma. Nou, dan. Ik wil eigenlijk nog niet in de diepte gaan van het programma. Maar ik kan nu wel aangeven dus dat we, dus zoals ik al zei, we beginnen met een kindergroep. Er zijn scholen die een kinderkoor hebben. Er zijn een paar groepen benaderd. Ik heb eerlijk gezegd nog te veel keus. Dus ik wil het nog een beetje fine-tunen. Dus daarom wil ik geen namen noemen vanavond. Harold Telgt, voorzitter van de Korenfederatie, tevens lid van het Servidensiecomité 40 jaar onafhankelijkheid Suriname. Hij sprak vanmorgen in het perscentrum van het kabinet van de president in verband met het Korenfestival 2017. Het festival geldt als afsluiting van de Servidensieactiviteiten en vindt plaats op 30 juni in de Anthony Nesty Sporthal.